De vele uitdagingen waarmee het ministerie van Defensie de afgelopen tijd te kampen heeft gehad, zijn een grote motivatiebron geweest voor de verdere ontwikkeling en vorming van het personeel. Het verzorgen van trainingen aan de militairen en werken aan verbetering van de rechtspositie van deze groep is daar een uitvloeisel van. Op een persconferentie over actuele ontwikkelingen binnen Defensie ging minister Krishna Kumari Mathura in op de trainingen uit de samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika, Brazilië, Nederland, Frankrijk, China en India. Het zijn full gesponsorde beurzen die we krijgen. Daarnaast zijn het hoge bezoeken die we hebben, gezamenlijke operaties, gezamenlijke teletrainingen, gezamenlijke surveillances die we hebben. En donaties van materieel. En als we kijken naar trainingen, dan kunnen we zien dat er 69 keren wij beurzen hebben gehad dit jaar alleen al. En waar onze mensen hebben geparticipeerd, betekent niet dat alleen 69 mensen zijn geweest. Er zijn veel meer mensen geweest, want die beurzen, sommige met beurzen zijn 2, 3 mensen geweest. Sommige beurzen zijn 10 beurzen geweest, bijvoorbeeld een joint training. Dus Trade Wings bijvoorbeeld in Guyana is full gesponsord ook. Daar hebben dus bijvoorbeeld een peloton heeft daar deelgenomen. Het is meer dan 20 mensen die hebben deelgenomen. Dus veel meer mensen hebben deelgenomen. En dit is eigenlijk, we onderschatten dit, maar dit is eigenlijk heel belangrijk dat we volledig gesponsorde beurzen hebben. Bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kion Assen, voegde eraan toe dat naast investeringen in de capaciteiten van het personeel er ook wordt gewerkt aan het welzijn van de militairen. Dit gebeurt door middel van het verbeteren van hun rechtspositie. Dus de rechtspositie wordt constant bijgewerkt van het personeel. Ook hebben wij de correcte plaatsing in de formatie, de beste plekken zoeken voor het personeel. Eerst competent maken en dan laten doorstromen. Dat is ook wat wij constant doen. Verder ook een snellere afhandeling van de prestatietoelagen. We gaan ervan uit dat wanneer de mensen hun best hebben gedaan in het veld, dat ze ook aan het eind van de maand krijgen wat zij verdienen. We werken ook aan de randvoorwaarden voor goede huisvesting. Zo hebben we begin dit jaar meer dan 200 personeelsleden voorzien van een bereidsverklaring. Nu zijn wij, want het weer speelt ook mee. Hier, nu hebben we droog weer, dus nu is het in proces gebracht om deze percelen vrij te maken of gereed te maken om de mensen te laten bouwen. Minister Mathura zegt dat aan de hand van het aangepaste beleidsplan zal worden gewerkt aan nieuwe structuren voor de organisatie, gevolgd door vastlegging in formeel besluit.